Jullie hebben veel bekendheid verworven door een kleedkamerconcert, wat op YouTube is verschenen. En vanavond hebben jullie ook weer een kleedkamerconcert gedaan. Sinds lange tijd weer. We hebben inderdaad, voor iemand zei dat nog, jezus, gaat het nou weer? Maar we hebben een tijd gehad dat we er heel veel hebben gedaan. En nu was het wel weer leuk omdat het heel vrijblijvend was. Ik weet, er kwamen gewoon een aantal mensen die kwamen ook gewoon tussen ons in zitten, dat vond ik wel prettig. Vrij nerveus voor een optreden en dit breekt wel het ijs. En dan ontmoet je al wat mensen en neem aan dat ze niet naar huis gaan, ze daarna dat ze nog wel. Maar zo en dan geef je een pak wat uit de koelkast en dan speel je wat nummers. Soms merk ik ook dan, nu bijvoorbeeld, als één nummer werkt heel goed als het gewoon heel simpel en eenvoudig is. En dan de stem hoor je altijd beter. Ik vind het wel prettig, ja, zo muziek. Mijn pad gaat gewoon de hele avond hier zitten. Dat concert hier is, maar er passen niet zoveel mensen. Ik heb een beetje moeite mee met dat de laatste 10 jaar heel veel zalen zo dicht gaan zijn. Of dat er dan een nieuw gebouw komt zo op een parkeerterrein, zo heel onpersoonlijk. En iets als Vera of Burgerweeshuizen zijn nog een van de weinigen die nog dat authentiek hebben. Dat zijn gewoon echt popzalen. En als ik hier binnenkom door de poort, merk ik meteen al van nou, dit is gewoon iets waar heel veel gebeurd is. Het is niet onpersoonlijk, het heeft heel veel karakter. Ik hoop ook niet dat dit ooit weggaat.